Hallo iedereen, voor de vakantie zijn wij begonnen met het maken van queries. Toen hebben we een hele simpele query gemaakt waarin we gewoon een aantal gegevens lieten zien uit één of meerdere tabellen. Vandaag, allez, deze week, gaan we toch een klein beetje verder. Daarvoor ga je niet meer dit document nodig hebben, maar gaan we naar H501 Mundo. Je gaat het moeten openen. Het staat normaal gezien al klaar bij die documenten. En dan ga je zien dat daar een heel aantal tabellen in staan, maar dat er nog geen enkele query in staat. We gaan opnieuw een query maken deze week, maar we gaan het een klein beetje anders aanpakken. Wanneer we gaan kijken naar de tabel deelnemers, zien we dat een heel aantal mensen geen e-mailadres hebben staan. Soms is het handig om net enkel die mensen te zien die wel een mailadres hebben, zodat we die een bericht kunnen sturen. Of in het omgekeerde, dat we de mensen kunnen zien zonder mailadres, zodat we die toch nog even kunnen lastigvallen om hun mailadres aan te vullen. Hoe gaan we dat nu net doen? We gaan opnieuw gewoon klikken op maken en de query ontwerp. En dan kan je hier opnieuw gewoon de juiste tabel gaan aanduiden. Normaal gezien gingen we werken met tabel deelnemers. Ziezo. De zaken die ik wil dat jij gaat invoeren is gewoon naam, voornaam en e-mailadres. Dat is gewoon zoals de vorige keer. Je dubbelklikt gewoon telkens op het veld en dan zal het wel verschijnen. We gaan het ook opnieuw correct gaan sorteren. We gaan het laten sorteren oplopend op naam. Maar dan hebben we nog het probleem van het e-mailadres. Deze keer zou ik graag een query hebben waar dat alleen de mensen in zitten die een e-mailadres al hebben opgegeven, zodat we die een bericht zouden kunnen sturen. Wat moet je dan typen bij e-mailadres en criteria? Hier dus. Dan ga je gewoon typen is. Not 0 met twee L'en. Dat wil zeggen, hier mag het is niet oké als daar niets in staat. Dus die mensen willen we eigenlijk niet zien. We gaan opnieuw gewoon klikken op uitvoeren. En dan ga je zien dat we enkel en alleen de mensen hebben gekregen waarvan een mailadres beschikbaar was. Hoe gaan we dat nu weer opslaan? Je klikt gewoon hier bovenaan op query 1, rechtermuisknop en je klikt op opslaan. Je geeft het de correcte naam QRY deelnemers mailadressen. En je klikt op OK. En dan ga je zien, die query is er gewoon bijgekomen. Voor de tweede query die we gaan maken, hebben we enkel de tabel kampen nodig. Wanneer we gaan kijken naar de tabel kampen, dan zien we ook het veld inschrijvingsgeld. Soms gebeurt het dat de mensen maar een beperkt budget hebben. En dus willen we eigenlijk een query gaan maken waar enkel en alleen de kampen in terechtkomen die minder dan 550 euro zullen kosten. Hoe gaan we dat nu aanpakken? Wel, zoals altijd, gaan we naar maken en query ontwerp. We gaan opnieuw de juiste tabel invoeren en we maken die meteen wat groter, zodat we alles goed kunnen lezen. Wat gaan we invoeren? Kamp en kampplaats en natuurlijk ook het inschrijvingsgeld. Het sorteren gaan we deze keer gewoon doen voor kamp en opnieuw oplopend. En dan het inschrijvingsgeld. Kunnen we ook een criteria in gaan zetten en daar gaan we inzetten. Het moet kleiner zijn dan 550 euro. Het euroteken hoeft er niet per se bij, gewoon kleiner dan 550. Wanneer we nu gaan klikken op uitvoeren, dan zien we exact alleen de kampen die minder dan 550 euro gaan kosten. Opnieuw opslaan en de correcte naam geven. QRY kampen 500. En we klikken op OK. Zo, dat zijn de twee queries die je deze week gaat moeten maken. Heel veel succes!